Ja, en dan een medewerker van sluiterij Dirk 3 in Sassenheim die merkte op 27 februari dat er een flink aantal flessen drank zijn verdwenen. Hij had de lege schappen kort daarvoor nog gespiegeld en kon zich niet voorstellen dat al die flessen intussen waren verkocht. Ja, en uit de beelden blijkt dat ze inderdaad ook niet verkocht zijn, maar gewoon meegenomen door de twee donkergetinte vrouwen die hier de winkel binnenkomen. Ze zijn goed te zien. Eén van hen die loopt meteen naar de flessen whisky en ze pakt een fles hup en dan gaat hij in de tas. En dan is ook de andere vrouw er weer bij en ze staan samen wat te rommelen bij diezelfde flessen en er worden nog veel meer in die tas gestopt zonder dat iemand dat merkt. En als ze weer doen alsof ze normaal aan het winkelen zijn, dan kunnen we ze allebei nog eventjes goed bekijken. Deze vrouw bijvoorbeeld draagt een witte muts en een opvallende roze jas. Uiteindelijk rekent een van hen een paar blikjes frisdrank af en de ander die loopt met de tas met de flessen drank ter waarde van 308 euro naar buiten. Nou goed, het zijn hele duidelijke beelden. Wie zijn dit? Laat het de politie weten via een van de nummers onder in beeld.